Kom meiden, kom maar. Eefje Meijhuis uit Leuvenum runt met haar man een melkveehouderij met zo'n 70 koeien. Het bedrijf heeft 50 hectare grond wat voor het overgrote deel grasland is. Maar niet alleen koeien lopen hier op de weilanden. Er zijn hier veel herten. En dat is heel mooi. Daar kijken we zelf ook heel graag naar. Alleen door de hoeveelheid daarvan hebben we eigenlijk best heel veel schade op dit moment van herten. En we vinden zelf dat dat eigenlijk niet goed vergoed wordt. Want zo is 5% van de schade eigen risico voor de agrariër. En kan in het geval van boerin Eefje lang niet alle schade worden getaxeerd, omdat niet te bepalen is hoeveel gras de edelherten eten in weiland waar ook koeien lopen. Nou, wat herten vooral doen is overal lekker de eiwitrijke puntjes uit het gras halen. En die staan er dan niet meer voor onze koeien. Dat betekent dat de kwaliteit van je gras gewoon ook achteruit gaat. En dan is er nog de frustratie van de €300 behandelkosten die boeren per keer vooraf moeten betalen om überhaupt schade te mogen melden. LTO Noord vindt dit onrechtvaardig en pleit dan ook bij de provincie voor het afschaffen hiervan. Dat onrecht kan ik best aan een voorbeeld overbrengen. Stel dat je buurjongetje, dat lieve buurjongetje, die heeft met zijn fietsje tegen je auto aangefietst. En een enorme kras erop. En vervolgens ga jij naar de buurman natuurlijk, want je hebt schade, terecht. En dan zegt die buurman, ja, je moet eerst €300 betalen, anders ga ik mijn verzekering niet bellen. Nou, dat gevoel hebben wij boeren dus met dat behandelbedrag. Ja. Oh man, wat een vlieg hebben jullie. €19.000 kreeg Eefje vorig jaar een getaxeerd bedrag terug. Maar volgens de boerin was de schade en daarmee haar verlies zeker het dubbele. De maatschappij wil graag herten zien. Maar er staat wat ons betreft niks tegenover. Wij betalen de rekening voor datgene waar andere mensen van genieten en profiteren. Dus wij zouden willen dat daar een betere en een nette vergoeding tegenover staat. En dan, nou ja, zie het maar als een dienstverlening.